Zoals gezegd, eerst dus op het Mediapark, een café waar heel bekend Nederlands, programmamakers, presentatoren, weermannen, maar ook mensen die in de media zijn, verzamelen als ze eventjes niks te doen hebben, als ze niet hoeven te werken. Dat heet het Mediacafé. En ik heb geregeld dat we eens in de zoveel tijd daar eens een kijkje kunnen nemen. Ik vind het spannend. Het Mediacafé. Op een doordeweekse middag is het al vroeg druk in het Mediacafé. Want het is Sinterklaasmiddag. En barman Gerard Joling is er maar wat druk mee. Oh jongens, ik kan het bijna niet meer aan. Wat een pakjes allemaal. De laatste keer dat ik zoveel lelijke ingepakte dozen zag, was op het televisiegala. Zeg Mark-Marie, oude trekveer, kun jij die vlaggetjes ophangen? Straks staat die oude gek met die witte baard weer voor de deur. Ja, maar wilde jij al beginnen dan? Denkte jij dat iedereen er al is? Denkte jij dat? Ja, hou op, schrei uit. Het hele Mediapark is uitgelopen. Iedereen die maar iets met media te maken heeft, die is er. Zelfs dat bloedirritante wijf van de drogistreclame. Moet je er nou zien zitten, wat een vertoning. Oh, wat leuk! Zoveel gratis cadeaus! Het hele assortiment van de speelgoedwinkel! Jawel, niet 1 plus 1 gratis, maar alles gratis! Hoho! Oh ja, ja, die is wel enthousiast, ja. Oh, het is toch niet te doen? Verschrikkelijk! En dan heb ik het nog niet gehad over onze geile Geert er in de hoek. Koekoek! Voorzitter, ik wil hier geen roet in het eten gooien, maar ik heb het niet zo op al die popperige presentjes uit Spanje. Ziet u, wat is er mis met onze eigen oer-Hollandse cadeaus? Waarom moeten die ieder jaar met schepen vol over zee komen? Ieder jaar weer dezelfde janboel. Als u het mij vraagt, dan laat u die hele Spaanse santenkraam lekker naar de zeebodem verdwijnen. Doe toch eens normaal. Gewoon een enkeltje Titanic. Ophouden met dat gedoe. En begrijpt u mij niet verkeerd, Sint en Piet zijn welkom, maar die Spaanse prularia, daar is het mij om te doen. Willen we meer of minder Spaanse cadeaus? Nou schat, ik heb gisteravond nog 3 Spaanse cadeautjes uitgenodigd bij me thuis. Er was niks mis mee. Ik mocht ze allemaal zelf uitpakken. Zeg jongens, zullen we de cadeaus openmaken? Ik trek het niet meer. Zou nou zijn. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zou hem gauw eens vragen naar zijn verblijfsvergunning. Zeg Barend, Barend van Delen, lieve schat, ben jij er ook? Doe jij even open. Ja, lekker Geer, lekker toch, lekker grappie. Ja, ik zat eerst lekker te zitten op die zondagmiddag op die belastingbak. Ja, ja, en nu lekker vrij overdag, lekker de beentjes omhoog, de wedstrijden kijken op tv. Ome Piet ligt er lekker bij, ja toch. Ik kan in mijn handjes wrijven. Ah, kijk eens wie we daar hebben. Sinterklaas op de digitale deurmat. Ah, goeiedag, mensen. Ja, u thuis zult ook wel denken, wie is dat? Nou, dat is de enige echte Sint-Nicolaas natuurlijk, hè. Ja, kijk, u zelf maar. Het paas staat in de gang natuurlijk, hè. Oh, jongens, André van Duin, daar ben ik nou zo klaar mee. Wat een ellende. Die bakken toch niks meer van tegenwoordig. Mensen, waar is Giel Beelen? Dat vind ik altijd zo leuk, hè. Giel Beelen, waar is die? Met zijn grappen en zijn rollen. Die was hier vroeger natuurlijk elke dag natuurlijk, hè. Nou, lieve schat, die is naar het weekend vertrokken. Geen hoor die er kraait. Nee, mijn roze petje af hoor. 12 jaar zo vroeg opstaan. Ik wist niet eens dat er nog een 6 uur bestond. Beste meneer Joling, wat is eigenlijk die muziek op de achtergrond? Ja, dat is de eindmuziek, lieve schat. We moeten ermee ophouden. Maar ik heb mijn cadeautje nog helemaal niet opengemaakt. Nou, schat, ik heb een hint voor je. Het is zwart en er komen er steeds meer van in Nederland. Meneer Joling, ik hoop toch niet dat u hier nu staat te beweren dat er in mijn pakje... Nee, lieve schat, het is een telefoon. Een iPhone 7. Die kun je ook lekker uitzetten. En zo bleef het lang gezellig in het Mediacafé. Tot de volgende keer. Ja, lekker grappie. Oh.